Nou, er zijn dus, we spelen nu met 6 tegen 6 in plaats van 7 tegen 7. Maar normaal zijn er 3 chasers die moeten scoren. 2 beaters die mensen afgooien. Een keeper en een seeker. En om het nog wat ingewikkelder te maken, er moet ook een bal afgepakt worden van de snitch. Iemand die zich verstopt in een nabijgelegen bos. Pas dan is het spel afgelopen. Ja, het is een combinatie van rugby en trefbal. Wat zijn de reacties van de mensen als je zegt dat je zwerkbal doet? Nou, ik zeg het niet echt zo dat ik zwerkbal doe, omdat ik het... Nou, goed. Eerst wordt er een beetje lacherig op gereageerd, maar als ik het even uitleg, dan is het van... Oh, wordt het wel iets serieuzer genomen. Ik ga misschien naar Parijs, de 23e, voor een Snitch Academy. Hoe is dat nou met zo'n stok tussen je benen rond te rennen? Het went echt heel snel. Is dit nou een wedstrijd stil of komt hij uit de bezemkast? Wedstrijd. Piet! Welke overtreding wordt nou het meeste gemaakt? Mensen die dan geraakt worden door de bludgers en dan net doen alsof ze niet geraakt zijn en gewoon doorrennen. Daarom roepen we ook zo vaak Beat op. Beat! Er wordt niet voor niets getraind. De Amster Dragons hopen zich te plaatsen voor het WK van 2016 in Amerika. Als we een Nederlands team vormen, zullen de beste van het heel Nederland samenkomen. Uit allerlei verschillende teams. Dus, maar zeker het Amsterdam zullen er hoop meekomen.